Een taart van zaand. Ik heb wat voor je, zegt Cornelia. Het staat in de tuin. Tomke en Romke drijven naar buiten toe. In een hoeken staat een holtenbak. Een nieuwe zaandbak, roept Tomke blide. In de zaandbak ligt een protte zaand. Er ligt een emmertje in, met een scheppien en vormpies. Romke begint voortdaad te greven. Dat mag niet, Romke, zegt Cornelia. Speel maar met de vormpies. Cornelia gaat in huis. Cornelia is lief, zegt Tomke. Zullen we een taart voor haar bakken? Ja, een taart van zaand, roept Romke. Tomke schept zaand in het emmertje. Hij stampt het stief aan. Romke zocht takjes op. Ik versier de taart, zegt Romke. Waar zullen we de taart heen zetten? In de keuken, bedenkt Tomke. Hij tilt het emmertje met zaand op. Cornelia is niet in de keuken, maar dat is niet zo slim. Voorzichtig keert hij het emmertje met zaand om op het aanrecht. Maar wat is dat nou? De taart zakt in neer. Het zaand is te zaagte. O, mijn mooie taart, roept Tomke. Het zaand stroomt over het aanrecht. Het verdwijnt in de aanrechtkastjes. Het valt op de vloer. Daar komt Cornelia de keuken in. Wat moet het zaand hier? Vraagt ze. Mijn keuken ligt wel een zaandbak. We hebben een taart voor je bakt, zegt Romke. Wat lief, lacht Cornelia. Maar een zandtaart hoort in de zaandbak en niet op het aanrecht. En dan veegt ze alle zaand uit de keuken. Romke en Tomke bakken een nije taart in de nije zaandbak.